ziet er echt niet uit. Moet je eens kijken hoe vies hij is. Mijn genade, hier. Ik ga gewoon vingerafdrukken. Kijk, ik kan gewoon dit doen. Hij moet echt wel weer eventjes in door de wasstraatje heen. Nou ja, wasbox. Dan hebben we nog wat lekkers besteld. Ja, we hebben eens een keer wat besteld. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 21 juni 2023. En ja, het is bijna 8:55 in de ochtend. Mijn stem die laat mij nog een beetje in de steek, zoals jullie kunnen merken. Geen idee hoe, wat dat kan, maar maakt niet uit. Ik sta even op het puntje om dit even goed te maken, zoals je kan zien. Dus dit ga ik even doen en dan ga ik zo meteen Roderick even wakker bellen, want om 10:40, daar kom ik straks even nog op terug. Want om 10:40 moet ik namelijk in het ziekenhuis wezen, dus ik moet ook zo meteen Ro wakker bellen, daarom. Dus, want Ro die gaat met mij mee, want dat is namelijk voor mij, maar daar kom ik in, wat ik net al zei, kom ik straks even op terug. Dus ik zou zeggen, heb gewoon plezier met het kijken van deze vlog. Daar zit ik dan even, inderdaad. Want ik zou nog ergens op terugkomen. Ik moet weer eventjes een dagboekvlog maken. Daar heb ik Ro ook voor nodig. Maar vandaag ga ik dus naar het ziekenhuis. Sowieso voor een behandeling. Dat is dus PRF-behandeling. Ik zal het even laten zien. Deze. En ik weet niet nog wat ik mij moet verwachten zo. Ik neem deze camera niet mee. Ik neem deze camera wel mee. En ja. Ik weet totaal niet wat ik moet verwachten. Totaal niet. Dus ik laat het ook maar lekker over me heen komen. Ik moet er sowieso om 10:40 wezen. Het is nou om 9:45. Dus als ik denk ik rond 9:45 wegga, is het op tijd zat. Kunnen we lekker rustig aan doen. Ja. Dus eigenlijk dat eigenlijk. Dus ik weet niet hoe ik me ga voelen. Totaal niet. Want ik moest eigenlijk gisteren ook beddag rust houden. Maar is niet gebeurd. Mijn stem, wat ik net al zei, die laat me even lekker in de steek. Waarschijnlijk de spanningen ergens in mijn lichaam. Ik durf het niet te zeggen. Maar ik ga dit dus zo meteen krijgen. Laat het nog even zien. Ik zou zeggen, google het eventjes. En anders gewoon op PRF behandelingen. Dan kom je er ook. En als dit niet werkt, dan krijg ik gewoon een apparaatje met plakkertjes thuis. Dus we gaan het meemaken of dit gaat werken. Dus, maar daar zeg ik al, ik laat deze camera thuis. Of ik neem hem wel mee, maar ik neem hem dus niet mee het ziekenhuis in. Maar ik neem deze dus wel mee het ziekenhuis in. Dus dus dat eigenlijk. Dat wil ik jullie eventjes mededelen. Wat ziet mijn auto eruit, jongens? Oh, het ziet er echt niet uit. Moet je eens kijken hoe vies hij is. Mijn genade, hier. Gewoon vingerafdrukken. Kijk, ik kan gewoon dit doen. Hij moet echt alweer eventjes in door de wasstraatje heen. Nou ja, wasbox. Nou, en daar hebben we een hele mooie auto. Ja, busje, zeg maar. Ook leuk. Waarom dat er is, geen idee. Maar oké. Ik ga nu even instappen. Ook leuk. Dan zeg ik, het is een mooi busje. Maar oké, hartstikke idee. Hartstikke mooi. Zo. Ik ga het zo doen. Hartstikke mooi. Beter. Die even daar. Die daar. En dan moet ik even mijn auto starten.
raampjes open. Oh, lekker man. En dan moet ik het even zo doen. Zo, hartstikke fijn. Zo, top. Die daar. En dan die daar. Zo, top. En gordeltje om, ook niet heel erg onbelangrijk gordeltje om. Zo. Oh, mijn gordel is lekker koud. Dat is mijn handrem. Ja, dat is zeker mijn handrem. En ik moet weten hoe ik jullie eigenlijk het beste neer kan zetten. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar dat maakt niet uit. Ik ga Ron nu ophalen. Ga jij naar beneden? Ik denk het. Dat is mooi. Jij ook? Ik ben al beneden en ik ga dus nu naar jou toe rijden, meneer. Nou, ik heb het gedaan. Ja, goed hè. Dat u wel kan gaan. Zo. Zo, voorzichtig allemaal. En ja, zo. En dan ga ik zo deze kant op. De rode moet dus nog naar beneden komen. Dus. En als ik daar ben, dan is hij namelijk wel beneden als ik zo ga rijden. Wil je naar Mali? Ja. En ook misschien nog eventueel naar meneer GD. Naar GDJ, snap je? Alleen ik moet eigenlijk wel straks bedrust hebben, maar dat weet je. Maar ik kan daar heel slecht tegen, bedrust. Als ik eenmaal wakker ben, jongens, dan kan ik daar heel slecht tegen om alleen maar op mijn nest te gaan liggen. Het is een mooie dag. Maar ja, ik weet niet hoe en hoe ik me ga voelen. Dat is inderdaad één. Zo. Tuurlijk wil ik naar de Mali. Wat denk jij dan? En ik moet de auto wassen. Misschien ook straks even jouw auto. Ook, ja. Aan één kant kan dat, ja, kan wel, maar dan moeten we dat ene kleine ruitje even niet meenemen die kapot is. Dus dat. Het moet soms zo en zo simpel zijn. Hè. Hallo, rem even zelf niet af voor zo. Mijn genade. Zo. Top. Die. Hartstikke mooi. En jij wou ook bij de Action dat en dat spul halen, toch? Ja, vrijdag. Oh, vrijdag pas? Ja, dan kijk ik weer help. Hi. Hoe gaat ie? Ja, een beetje. Maar even, ja, maar dat ben ik ook niet. Hé, voor de lucht is handig, toch? Die werken niet, hè? Zegt hij ook nog. Zegt hij ook nog en die werken niet. Ja, ja. Ik werk. Dus ik kan werken. Nee, dat is waar. Ja, precies dat. Waar ben je op zoek naar? Naar een dashcam. Want? Hoe toevallig is daarin? Nee, dat is geen dashcam, schat. Dit is gewoon een webcam. Nee. Nee. Ik ben aan het gamen met ja, een racepelletje. Kom op. Doe normaal, Rood, doe normaal. Doe normaal even. Altijd weer met zijn dashcam, maar het is geen dashcam, maar het is gewoon een webcam. Hij altijd hier. Hij is gewoon zot. Die man achter mij, ik ken hem. Ja, ik ken hem wel. Hè, schat? Ja. Ja. Maar jij wou wat en voor de auto, toch? Ja, voor okay. De auto. Nee, schat, alsjeblieft. Please, jij wilt toch wat iets voor en voor je auto voor hebben? Auto, ja. Schat. Dat wil ik graag vrijdag hebben. Ja, maar... Niet. Krijg je van mij. Ja, vrijdag pas. Vrijdag van je krijgt het. Nee. Ja, dan wil ik het niet. Scheid toch uit, kom op.
Doe normaal. Dat is normaal voor mij. Nee, dat is niet normaal voor jou. Kom op. Dat is mijn normale ding. Nee, niet waar. Kom op. Weet je wel, een hele man. Hij echt af en toe... punthoofd krijgt er af en toe van. Gewoon echt, serieus, gewoon een punthoofd. Maar oké. Dat is weer al, hè. Moeten we af en toe vrede mee hebben. Nee, ja, wel. Niet, wel. Nee, nee, nee. En je komt er niet op. Nee, nee, dat weet ik. Ik zag opeens jou en ik denk, hé. Ja, handig hè, dit dingetje. Dat je het nou kan zien en wat ik film, hè. Ja. Klein beetje omhoog, hoor. Een beetje, want net had je net dit. Ja. Of zie je zelf? Nee, hè? Nee. Nee, ik kijk en normaal en dan doe ik het zo, zeg maar. Ja, dan zit je beetje ervan. Ja. Gezellig. Ach ja. Ik hoor jou, ja. Autospullen. Dat is die andere pad. Haha. Ja, klein moment. Over 2 seconden mag ik hem opnoemen. Ja, ik moet die andere pad hebben. Ik moet deze pad hebben voor jou. Kijk, hier hebben we... Ja, kijk. Kijk, hier hebben we dus... Hé, hey, vanille hebben ze dus nu ook. Ze hebben Ocean. Ze hebben Nieuwkar. Ze hebben vanille. Dan hebben ze Clean. Hebben ze. Even kijken hoor, welke hebben ze nog meer. En ze hebben lavendel. Dus je mag kiezen. Oh. Clean. Dus je hebt dus lavendel, hartstikke mooi. Je hebt vanille. Hallo, focus, yes. Deze heb je dus allemaal. En jij wil clean hebben? Ja, ik wel. Wil je niet een andere of zo erbij? Gewoon misschien erbij extra? Nieuw kar of zo? Altijd kan het toch nog. Ja, je weet niet en tot wanneer ze het hier hebben, hè? Nu weet ik. Dus... En lavendel. Huh? Denk ik. Lavendel, Nieuwkar en Clean? Clean en Lavendel. Dus Lavendel en Clean dus. Dus deze niet, Nieuwkar? Oké. Okay. Het is heel simpel. Zo. Dus dat. Ja, helemaal goud. We gaan maar weer eens even kijken. Ja. Mooi, schatje. Wat had je? We staan weer allemaal bij de bak. Helemaal geweldig. €2,50. €2,50, mijn genade. Huh? Ah, misschien ook wel. Misschien ook niet. Eerst kijken, schat. Of wat voor jou erbij is. Ja, maar hij kijkt even net even anders. En naar de prijzen en naar de hoeveel erin zit. Nou, dan kun je dat nog beter halen in de Duitsland. Hey. Schat, ja. Hij zit wel vol, maar... Het is niet echt dat je denkt, mooi, dat wil ik hebben. Nee. Hè? Geen fruitgraaf bijvoorbeeld. Nee, precies dat. Oh ja, joh. Ja. Jammer dan voor hun... Had, weet je wat, en wat Marcel gisteren zei, een echte vent, wat geen agent. Vond ik zo leuk. Ja. Het is niet om hun, maar hè? Voor brigadier. Ja, ook dat. Sowieso. Ja. Toch? Dat is het idee. Ja, maar ik denk wel om hun, want ik film hun niet. Dus dat scheelt. Ja, precies. De behandeling heb ik dus al achter de rug. Ja. Ik ga daar later vandaag even op terugkomen hoe dat in zijn werking gaat. Dus voor nu nog even niet, maar dat zeg ik al later vandaag. En nu ben ik even lekker lopen met mijn grootste vriendin. Dat is Lady, dat weten jullie. Hallo, jij. Mijn grote vriendin, hè. Dat ben jij, hè. Leed,
Hi. Ga je een rondje lopen? Goed hoor, schat. Dus ja, ik ga even met haar even mijn rondje afmaken. En daarna moeten we ook weer weg. Ja, en we hebben het gewoon druk. Maar het maakt niet uit, het is wel even lekker druk. Sowieso nog even naar de dierenvoedselbank. En nog even naar een ex-vager van mij. Naar GDJ. En vanuit daar moeten we het even bekijken. Want Rodi zei ook nog van naar zijn moeder. En nog met een stichting lopen van en van de wijk. Dus lekker even plezier doen, hè, schat. Ja, moet ook gebeuren, hè. Kom maar, ga mee. Goed zo, keurig. Ga mee. Goed zo, schat. Het is oké, wijfie. Hè? Goed hoor. Goed zo, schat. Goed zo, wijfie. Goed zo, doe maar. Doe maar. Laat het maar gaan. Goed zo, schat. Ja, bye. Ja, als het er maar uit is, hè. Nee, nee. Kom maar. Goed zo. Moest je kwijt, hè? Ja, goed zo. Goed hoor, wijfje. Kom maar, ga mee. Ja, hé. Kom maar. Was dat even lekker? Nee, je wel, want je doet het wel. Kom, ga mee. Wacht. Blijf. Komen mensen aan. Ja. Kom, ga mee oversteken. Kom, oversteken. Kom maar. Goed zo, kom maar. Goed hoor. Doe maar, hou maar er lekker in, schat. Doe maar, 1, 2. Lekker. Oh, dat is zo lekker. Oh, dat is zo lekker, schat. Ach, dat is zo lekker, kind. Dat is lekker, hè. Dat is lekker. Lekker, kom maar. Kom dan. Ga je mee? Ja, lekker! We staan er weer. Het eerste wat je doet is dus, als je hier gaat tanken, dat is de app openen. Ja, ik blijf het zeggen, jongens. De app openen. Zo kan het ook, ja. Hey, stop met tanken. Pompje nummer 5, kijk maar, check. Pomp nummer 5, ja. Helemaal goed. En dan is het op ga verder. Focussen doe je met deze. En dan is het bevestigen. En dan tanken. Gaat hij tanken. Helemaal goed. Alles daar neer. Jij wel. En dan heb je hier een klepje. Een klepje. Een klepje. En dat is per persoon, per auto verschillend. Want er zijn ook auto's waar het aan de andere kant zit. Ja. Net zoals bij deze auto hier naast mij. Die heeft de klep. Oh, lekker uitlaatgassen. Uitlaatgassen. Mooi, en dan neem ik altijd deze, de Euro Ongelood 95. Ja, ja. Dat is de E10. Ja, maar ik noem het gewoon in de Euro 95. Ja, helemaal goed. Gewoon zoals vroeger. Met bio-ethanol. Wat? Met bio-ethanol. Ja, prima, helemaal goud. Maar weet je dat, ja? Ik rij ook veel, hè. Dus... Ja, dat mag het.
Mag dat van jou? Mag van mij. Je mag veel rijden. Hoeveel heb je al getankt? 30 euro en 17 cent, 18 cent korting. Ah. 19 cent. Hoe meer je tankt, hoe meer korting je krijgt. Ja. Per liter. En ik doe er nou 50 in. 50 euro. Oké, okay, dan krijg jij 25 cent korting of meer? 6 september, 27, 8. Nee, 28 cent. Dat is nog 1 euro 80. 1,5 euro. Eurotje. Als dus je de 50 euro 27 in doet, dan moet je precies 50 euro afleveren. Ah, schat, alsjeblieft. Ik zeg alleen maar. Ja, dat is heel fijn, maar dat werkt bij mij dus niet. Ik moet gewoon een bedrag wat ik in mijn hoofd heb, dat en dat moet ik hebben. Punt, klaar. Oké. Dat het zo geldt voor jou, dat is Allah, maar niet voor mij. Allah. Roos is even bezig om even wat eer uit de keuken te halen. Want we hebben nog wat lekkers besteld. Ja, we hebben eens een keer wat besteld. En zo vaak doen we dat niet. Thuis bestellen, maar we gaan altijd uit eten. En dan gaan we eens een keertje lekker thuis eten. Eten thuis. Ja, precies dat. En dit is nog ouderwets. Ouderwets. Wordt je liever. Hè? Dit is wel grappig. Ja. Ik moet even iets wat zachter zetten. Ja. Maar dit is nog oud, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Het is alleen maar leuk. Ja, dat oud is. Hi, kerel. Je wil daar gaan zitten? Altijd, schat. Nou ja, altijd. Nu dan nog wel even. Want ik wil... Ik merk nu pas dat ik eigenlijk een beetje echt moe begin te worden van alles. Van vanochtend. Hé, kereltje, hè? Spido. Oh, wat ben je mooi. En jij bent ook mooi. En je bent lief. En je bent schattig. Ja, en straks weer werken. Echt niet. Ik ben gebeld door plan. Ja. Straks weer werken. Extra werken. Moet invallen. Ja. Ergens in je dromen. Nee. Ik heb nog de app. Ga het er morgen inzetten. Ja, precies dat. Morgen en erin zetten. Ja. Klopt helemaal correct. Dus dat. Nee, wij gaan even eten. Komt helemaal goed. Goedenavond. Ja, zoals jullie zien lig ik op bed. Ik ben gewoon back af. Ja, het is nu net maar 10 uur. Dus ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Dus zo ja, ik zou zeggen doe een duimpje omhoog. Dat belletje aan. En alles doe even het hele riedeltje. Even ook even reageren. Ja, en dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.